Een voorbijganger vond het verdachte pakketje vanochtend. Hij waarschuwde meteen de politie. Nou, ik was aan het lopen met de hondjes en toen liep ik onderaan de dijk daar. En toen zag ik wat liggen en de hondjes die gingen er ook naar snuffelen. En toen heb ik er even met de voet tegenaan geduwd. Dat was ja, een pakketje met plakband eromheen. En toen zag ik er een lontje uitkomen. En toen dacht je, dat is niet goed? En toen dacht ik, dat is niet goed. Dus toen heb ik de politie gebeld en die is gekomen. En ja, die vertrouwde het ook niet. En die hebben het hele circus opgeroepen. De Stenendijk werd direct afgezet en niemand mocht dichterbij komen tot er meer duidelijkheid was over de bom. Nou, we kwamen aan en er stond de politie met een meneer van de opruimingsdienst. En er lag een bom. Een verdacht pakketje, laat ik het zo zeggen. Heb je het zelf ook gezien? Ja. Ja, het leek op een colafles met een ingepakt, met een lontje eraan. Nou ja. En toen werden we weggestuurd. Waarschijnlijk ging het om een vuurwerkbom. Bij de naastgelegen basisschool lag namelijk ook ingetaped vuurwerk. Wat heeft u precies gevonden? Ja, ik noemde het zelf ingepakte rotjes en die waren afgegaan. En toen vond ik op het schoolplein dat, wat nu mensen zeggen, dat is karbiet. Maar dat wist ik helemaal niet. Ik dacht, dat is denk ik over het hek heen gegooid samen met blikjes. Denkt u dat het verband houdt met de vondst onderaan de dijk? Ik denk haast wel dat er jongens qua jongens bezig zijn geweest. Je bent hier natuurlijk een beetje uit het zicht. Dus, maar ik had niet het idee dat ze er kwaad mee wilden, dat het meer baldadigheid is.